Ja, ik ga echt... Wacht even. Ik denk dat er nu iemand met zijn rugtas in, maar ik geef een 6. Het is geen... Vandaag zijn we op het smaakevent van het HVA. Op het smaakevenement vind je allemaal hapjes van afstudeerders van de opleiding voeding en diëtetiek. En wij gaan ze vandaag onder andere proeven. In deze video kan je dan zien wat wij ervan vinden. En we vragen aan de afstudeerders wat het precies is, wat het inhoudt en hoe ze op het idee zijn gekomen. Dus let's start. Let's go. We zijn hier bij kraam nummer 14, dat is Shot to Go. En we hebben hier een klein shotje in onze hand en die gaan we dus nu proberen. Wat voor shotje heb jij? Ik heb een mango, ananas, sojayoghurt en... punt. En mijne bestaat uit courgette, aardbei en granaatappel, limoen en mandarijn. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, let's go. Nou, die van mij vind ik erg lekker. Ik proef de courgette niet, daar was ik wel bang voor, maar nee, hij is echt wel lekker. Ik vind die van mij ook heel lekker. Het is een beetje een soort van tropical, lekker zoetig drankje, lekker fris. Nou, lekker. Hoe zijn jullie tot die aparte combinaties gekomen, zoals aardbei met courgette? We zijn gewoon thuis in de keuken gaan staan en we hebben wat combinaties geprobeerd. Ik vond mijn drankje erg lekker en ik geef het een 8,5. Maar ik vond hem ook erg lekker, ik geef hem een 9 min. Nou, we hebben weer een nieuw hapje om te proeven. En ik heb een veganistische bitterbal. Ik ben heel benieuwd. Oh. Ik heb een proteïnebar. Lekker hoor. En wat heb jij? Ik heb een vegetarische muffin. Maar het is eigenlijk gewoon een soort van ei en tomaat met groentes erin. Dus ik ben benieuwd. Nou, proef hem maar. 3, 2, 1. Deze smaakt echt naar een bitterbal. Nou, ik ben erg onder de indruk. Want dit smaakt oprecht naar een bitterbal. En het is gewoon veganistisch. Hij is best wel droog en taai, maar wel oké. Ja, hij is op zich wel oké, maar er had voor mij wat meer zout in gemogen. Omdat het zo echt op een echte bitterbal lijkt, geef ik het een 8. Ja, ik ga echt... Wacht even. Ik denk dat er nu iemand met zijn rugtas in, maar ik geef een 6. En wat geef jij jouw iets droog maar taaie blokje chocola? Ik ben nog bezig om alles weg te krijgen, maar een 5. We zijn hier bij de Vrolijke Framboos. En vertel, hoe is jullie cakeje ontstaan? Nou, mijn hele creatieve groepsgenoot die vond het heel lekker zoiets. Ze maakte het vaak voor zichzelf thuis, als tussendoortje voor na trainen. En toen moesten we voor school het project doen. En toen dacht ze, nou, ik ga het gewoon ook voor het project maken. Chill. Ja, lekker. We hebben hier een vegan mac and cheese hapje. Wat is jouw verwachting hiervan? Nou, ik ben dus echt een kaasfreak en ik hou ook echt intens van pasta's, dus ik hoop dat het lekker is. Ik heb er wel best wel een hoge verwachting van eigenlijk. Laten we het gaan proberen. Maar het is niet heel veel smaak aan, vind ik zelf. Nee, maar ik snap wel wat ze proberen. Maar een 10 voor de inzet, maar ik denk dat ik het een 6 geef. Oké, okay. Wat is jullie algemene indruk voor dit smaakevent? Jij bent er al vorig jaar geweest, maar wat vind je er nu van? Ik vind de sfeer nog steeds heel erg leuk, gezellig. En ik zou er zeker weer volgend jaar weer willen komen. En jij, mevrouw Joey? Mevrouw Joey? Ja, ik vind het best wel leuk. Het is eigenlijk wel grappig, want je zou denken met zo'n festival dat je eigenlijk alleen maar studenten hebt die de studie ook doen. Maar er lopen best wel veel mensen hier rond die niet van de studie zelf zijn, zoals wij ook. Dus ik vind het echt leuk en het is lekker een beetje allemaal eten en dat is natuurlijk nooit verkeerd, hè? Free voedsel! Nice, ja, ik vind het ook leuk. Het was ook mijn eerste keer. Ik had geen... ik had nog geen verwachting. Ja, lopen met mensen door het beeld. Superhandig. Ik had geen verwachtingen, maar ik vind het superleuk. Dus weer chill. Studenten zijn gemotiveerd over hun eigen standje. En ja, ik vond het leuk. Dit was het dan, het smaakevent. Wil je zien hoe wij een vegan cheat meal hebben gemaakt? Klik dan hier. En wil je abonneren op ons kanaal? Klik dan hier. Doei. Ik zeg volgens mij wel... Oh. Ik zeg volgens mij wel echt abonneren ofzo.